Dag iedereen, welkom bij voetbaltraining nummer 2, inderdaad. En daarin hebben we een kleine verrassing, want vandaag zijn er niet 2 oefeningen, maar 3 oefeningen. Ja, hé. En we hebben vooral vandaag veel moeten doen, veel dribbelen en tegen de muur schoppen. Dus hopelijk heb je een muur thuis en anders door planken te plaatsen met iets zwaars achter, moet dat ook wel lukken, hè? Ja. Ja? Oké, we gaan ermee starten. Wat moeten we altijd eerst doen voordat we kunnen trainen? Voetbaltraining klaarzetten. Voetbaltraining klaarzetten. Wat hadden we allemaal nodig? 6 kegels. 6 kegels. Hè? We zetten ze zoals 5 op de dobbelsteen. Zo 2 en een puntje in het midden. Maar in het midden zetten we ze een beetje uit elkaar, hè? En maken we er 2 van. Oké, wat hebben we nog nodig? 2 stokken of borstels. 2 stokken of borstels. En waar zetten we die tegen? Tegen de muur. Tegen de muur, hè? En waarom? Omdat we veel moeten schoppen tegen de muur. Ja, we gaan veel schoppen tegen de muur vandaag. En hoe beter je kan voetballen, hoe dichter je de 2 paaltjes zet. En hoe moeilijker dat is voor jou om te trappen, hoe verder dat we die zetten, hè? Alles staat klaar voor de eerste oefening. Ja. Voilà, we zijn klaar en we starten met of zonder bal? Met de bal. Met de bal aan 1 van de kegeltjes het dichtst bij de muur, hè? Ja. Ja, anders kan de oefening niet lukken, hè? Nee. Goed, wat moest je als eerste oefening doen? Je voet op de bal, voet op de bal, voet op de bal. Tot aan de overkant. Ja, dus we zetten de voet op de bal en we gaan die een klein beetje vooruit duwen, de bal, door zo te doen met onze voet. En dan met de andere voet en zo, woep, 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 lopen wij naar de overkant. Wat moet je dan doen? Draaien. Draaien. En dan aan vastpakken. Ja. En smijten en klappen. Ja, dus telkens de bal vastnemen, we smijten hem omhoog, we klappen en we vangen hem terug. En zo lopen wij naar de volgende kegel. Hop. En wat moesten we dan doen? Draaien. Ja. En dan pinguïn lopen. Ja, de pinguïn lopen. Dat wil zeggen, we leggen de bal tussen onze voetjes. En we gaan met onze voetjes heel een tijd zo. En zo lopen we als een pinguïn naar de overkant. En wat moesten we dan doen? Tussen de 2 paaltjes of borstels, alles kan het zijn, toch? Ja, maar wat moesten we dan doen? Schoppen. En de bal gaan halen. Ja. En dan zijn we weer op dezelfde plaats. En die oefening kunnen we dus 10 keer doen als we willen. Hey, of 5 keer, je kan zelf kiezen. Hey. Ja. Goed, gaan we het een keer voortonen? Ja. Ben je klaar? Start. Voetje op de bal en vooruit duwen. Ja, heel goed. Ja, nog. Oké, heel goed. Pak maar je handjes. Mooi omhoog smijten en klappen. Ja. Heel goed. Ja, super. Bal op de grond. En de pinguïn. Ja, heel goed. Pinguïn, pinguïn, pinguïn. Ja, heel goed. Doe maar weer, meet. Nu, tegen de muur schoppen, zo hard als hij kan. Ja, gaan we de bal terug gaan ophalen. Je mag dichter aan de muur lopen volgende keer. Ja, doe maar. En we hebben een toertje gedaan. Terug opnieuw. Voetjes op de bal. En doe maar. Hop. Tik, tik, tik. Goed hoor. Ja. Ja, voetje op de bal en vooruit duwen. Ja. Oké, bal in de handen nemen. Mooi smijten en klappen. Ja. Heel goed. Je mag een beetje hoger smijten als je dat kan. Oh, dat is niet erg. Heel goed. Ja, oké. Pinguïn. Doe maar de pinguïn. Dichter naar de muur lopen en hard schoppen. Ja, schop maar zo hard als hij kan. Ja, goed. Bal weer gaan ophalen.
Ja, en we zijn terug vertrokken. Goed gedaan, mate. High five. Tijd voor oefening? Oefening 2. Oefening 2, inderdaad. En wat moesten we doen? Eerst en vooral, waar moeten we starten? In het midden. Tussen de twee kegeltjes, met of zonder bal? Met bal. Met de bal, heel goed. En wat moesten we dan doen? Een achtje lopen. We lopen een achtje. Hé. We gaan eerst naar het hoekje. Dan lopen we naar een ander hoekje. Schuin naar de andere kant. En zo doen we alle hoekjes. En lopen we weer door de kegeltjes. Waar moesten we mee opletten? Je mag je zijkant en je buitenkant. En de binnenkant. Ja, dus inderdaad, je voet heeft een binnenkant en een buitenkant. En je mag ze alle twee gebruiken. Hé? Want dat doen al de goede voetballers. En, hoeveel voetbalvoetjes heb je? Twee. Twee. Dus we moeten ze alle twee gebruiken. Hé? Want anders is het ene voetje een beetje triestig. Ja. Oké, dan hebben we de ballen. Wat hebben we toen gedaan? Klaar knopen op doel te klappen. Ja, en dan? Op doel te klappen. Tegen de muur geschopt en de bal keert terug. We gaan de bal gaan halen. En waar gingen we toe gaan staan? Naar het midden. Ja. Terug naar de startplaats. Dus kunnen we de oefening nog een keer doen, hè? Ja. Ja. Gaan we de oefening tonen aan iedereen? Ja. We gaan de oefening tonen. Ben je klaar? Ja! Start. Lopen, lopen, lopen. Binnenkant, buitenkant, voetje draaien. Lopen, 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 lopen. Dat is niet erg. Hop, draait hem maar rond. Ja. En nu door de twee kegeltjes naar de overkant. Ja. Draaien, 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 draaien. Goed tempo houden, hè. Draaien, draaien, draaien. Door de... En nu mag je zo hard als hij kan tegen de muur gaan schoppen. Doe maar, hoor. Ja, heel goed. En terug tussen de poortjes gaan staan. Tussen de twee kegeltjes. Ja. En start. Ja, dat is goed trap. Dat is niet erg, dat is niet erg. Oh, ho, ho, niet. Ja, kom maar naar hier. Doe maar, loop maar. Draaien. Ja. Lopen, 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 lopen. Goed, kort draaien. Draaien. Ja, en op doel gaan trappen. Tegen de muur, zo hard als hij kan. Beetje vooruit. Ja, heel goed. Oké, high five. Maar zo kunnen we blijven doorlopen, hè? High five. Drie. Hadden we de kegeltjes nodig eigenlijk voor deze oefening? Nee. Nee, die mag je eigenlijk opruimen als je wilt. Je mag ze ook laten staan en ze achteraf opruimen. We hebben ze laten staan, hè? Ja. Ja. Wat moest je doen? Tussen de twee paaltjes schoppen. Ja, je schopt de bal tussen de twee paaltjes. En dan kaatst de bal terug. En wat moest je dan doen? En gaan halen. Ja, en de bal? Controleren. Controleren. Controleren is een moeilijk woordje voor hem te stoppen. Ja? Ja. En toen hadden we terug de bal. En wat moesten we dan doen? Nog een keer. Hetzelfde. Zo, hop, weer er tegen en gaan halen. En zo kan je heel de tijd schoppen, controleren, schoppen, controleren. Ja. Gaan we de oefening voortonen? Ja. Hier komt de oefening. Klaar? Ja! Start. Schop en controle. Ja. Tussen de paaltjes schoppen, hè? Schop. En controle. Ja. Schop. Ja, en controle. Mooi tussen de paaltjes. Heel goed. Doe maar, hoor. En een beetje rapper proberen. Ja, dat is niet erg. Oké, heel goed. High five. High five. Deze was de beste. Jij. Zo, dit was de training voor vandaag. Training 2 zit erop. En... hopelijk zien jullie terug op training 3. Oké. Allee, voetbalvrienden. Daag.